Welkom bij deze video voor MBR Je 1, waarin we gaan hebben over Mobile Device Management. En in deze video's wil ik je laten zien hoe je het basisnetwerk daarvoor in orde kan maken. Dus we gaan niet de volledige reader doen, maar alleen een aantal basisvoorwaarden. Even laten zien hoe de situatie is. Daarvoor gebruik ik even dit plaatje. We hebben het netwerk. En internet komt binnen via een router. Die heeft een LAN-kant, een IP-adres van 192.168.10.1 met een standaard 24-bits subnetmasker. En we hebben onze OS10-server met dan een LAN-kant, straks een IP-adres van 192.168.10.10. Op dit moment staat de router nog ingesteld als een DSP-server en krijgt OS10 dus nog een IP-adres toegewezen. Wat gaan we precies doen in deze videoserie? We gaan het dus hebben over MBR Je 1, welke gaat over Mobile Device Management. Daarbinnen heb ik een server, die heet Server 1, binnen het domein mobiletech.lan. Die gaat straks een IP-adres krijgen van 192.168.10.10 met een standaard subnetmasker van 3x255.0, dus een /24 netwerk. De gateway verwijst straks naar de router die een IP-adres heeft van 192.168.10.1. En DNS heeft een IP-adres 192.168.1.20. Deze ligt dus buiten het netwerk van de OS10 server zelf. Maar die gaan we op de duur veranderen naar 192.168.10.10. Met andere woorden, deze server gaat dus DNS straks zelf uitvoeren. Dan gaan we het opdelen in drie video's. En in deze video gaan we dus het netwerk in orde maken. Zorgen dat alle IP-adressen kloppen. Ik ga de server-app installeren en configureren. We gaan kijken naar het domein mobiletech.lan of dat allemaal klopt. En uiteraard gaan we ook DNS in orde brengen, zodat deze OS10-server functioneel is. En daarna gaan we verder met de andere video's. We gaan dus snel starten. Allereerst met het orde brengen van het netwerk. Dat betekent dat via System Preferences we naar een network gaan. En vooralsnog zien we dat dus DSP gebruikt wordt zoals ik al zei. En die gaan we veranderen. Dus we gaan naar Manually toe. En ik ga hier het IP-adres 192.168.10.10 invoeren. En een /24 subnetmasker. En dat betekent dat het subnetmasker 3x255.0 wordt. En dat de router het eerste IP-adres krijgt uit de serie. Nou, dat klopt in mijn omgeving ook. Dus dit laten we lekker zo staan. Via de knop Advanced gaan we dan naar DNS. Dan gaan we inderdaad 192.168.1.20 vooralsnog als DNS-server invoeren. Dat gaat dus straks veranderen. En we gaan dus nu naar het search-domein en daar maken we een mobile tech van. .lan. En mijn lijstje klopt dus bijna nogmaals op DNS-server na. Maar vooralsnog is dit voldoende. We zouden nu dus moeten kunnen internetten. En dat gaan we uiteraard even testen met behulp van Safari. glr.nl als testje gebruiken. En inderdaad, dus dit is in orde. Dan gaan we naar de volgende stap. En dat was de server app installeren. Via Go Applications ga ik naar de server app. Die heb ik hier al naartoe gekopieerd. Met een dubbelklik gaan we die openen. En de volgende stap die ik doe is dat ik hier in de dock rechtsklik op server en via de options ervoor kies om dit icoontje hier in de dock te houden, zodat ik de volgende keer er makkelijk bij kan. Dan gaan we naar Setup Your Server, Continue, we zijn het eens met de voorwaarden nadat je ze gelezen hebt en we geven eventjes de credentials van de admin op. En dan gaan we zo meteen een tweetal vragen krijgen die we moeten gaan beantwoorden en in de rest gaat deze server app zichzelf configureren en alle diensten en services aanzetten. Allereerst krijgen we een vraag over hoe we de server gaan benaderen. Is dat alleen via een lokaal netwerk? Is dat via een lokaal netwerk met gebruik van VPN? Of gaan we dat op domeinnaam doen? En in ons geval kiezen we hiervoor domeinnaam. Dan gaan we de computernaam opgeven. Nou, in ons voorbeeld liet ik al zien dat de computernaam server 1 wordt. En in het volgende vak wordt de hostnaam gevraagd en je ziet hier een voorbeeld onder, server.example.com. Dat betekent dus dat ik en de computernaam en de domeinnaam moet gaan opgeven. En in dit voorbeeld wordt dat dus server 1
www.mobiletech.lan. Het IP-adres voor de netwerkkaart hadden we net al geconfigureerd, dus daar hoeven we nu verder niks meer aan te doen. En kunnen we gaan kiezen voor Continue. De volgende vraag die we gaan krijgen is voor de Apple Push Notifications. Die hebben we bij de configuratiemanager voor de MDM wel nodig, maar dat doen we in de reader, wordt er verder beschreven. Dus dat hebben we nu niet nodig en we kiezen dus ook voor Continue. Nu gaat hij dus al die services installeren. In het editen van deze video zal ik dit ook wat versnellen, maar we laten wel eventjes doorlopen. En als alle diensten geconfigureerd zijn, zijn we klaar en kunnen we op Finish klikken. Dus deze sluit en de onderkant wat naar beneden haal, voor iets meer overzicht. En zien we hier dus de server app voor ons, waar we eigenlijk alles al in kunnen gaan configureren. Allereerst valt ons op dat hier bij DNS er een groen bolletje staat. Dus DNS is al blijkbaar geconfigureerd. En dat heeft te maken dat tijdens de configuratie van de server app er geen record voor deze server is gevonden in de DNS die ik opgegeven had. Dus in die 192.168.1.20 DNS server is geen record voor server 1 binnen het domein mobiletech.land gevonden. En vandaar heeft hij ervoor gezorgd dat hij dus dat zelf gaat oplossen. Hij heeft een zone gecreëerd en DNS aangezet. Dus als we daarna gaan kijken, dan zien we dus inderdaad dat hij keurig netjes heeft ervoor gezorgd dat die 1.20 ook als forwarding server nu gebruikt gaat worden. Die kunnen we eventueel gaan aanpassen hier, of eentje gaan toevoegen. In dit geval is het prima als forwarding server. We kunnen ook gaan kijken naar hoe de lookups uitgevoerd. Dan geeft hij hier aan voor only some clients, maar ik kan er ook voor kiezen om het voor de server zelf te doen en eventueel een aantal netwerken eraan toe te voegen. Of, en dat ga ik in mijn geval hier doen, aangezien het testomgeving is, dat hij voor alle clients gebruikt kan gaan worden. Het volgende wat opvalt is dat hij hier heeft staan server 1 per mobiletech.lan en dat er verder niet zo heel veel te zien is. Door middel van de gear hieronder, het tandwieltje, kunnen we ervoor zorgen dat alle records getoond worden. En dan zien we dus ook inderdaad de twee zones terug. De forward lookup zone en de reverse lookup zone. Van de reverse lookup zone en de forward lookup zone valt op dat de volledige domeinnaam gebruikt wordt. Dus server1.mobiletech.lan. Terwijl we normaal gesproken een zone maken voor een domein. Dus alleen voor mobiletech.lan. We zouden dit dus kunnen gaan wijzigen of deze gaan verwijderen, maar dat is geen goed plan. Dat doen we straks wel, maar we gaan eerst de juiste zone aanmaken. Dus eerst een nieuwe zone maken voordat we de oude gaan verwijderen. Met het plusje kunnen we een primary zone gaan aanmaken en de domeinnaam wordt gebruikt mobiletech.lan. Verder laat ik de standaard data eventjes zo staan. En wordt de zone aangemaakt. Die zie ik hier nu staan en binnen deze zone ga ik dus een machine record aanmaken voor de server zelf. We zorgen dat de zone goed staat, dus dat we niet server 1 per mobiletech.lan hebben, maar de zone mobiletech.lan die we net aangemaakt en de hostname wordt server 1. Je ziet hier dus nu de volledige domeinnaam ontstaan, server 1 per mobiletech.lan. Zorg dus voor dat je niet hier nog een keertje de naam achter gaat tikken, de domeinnaam, want dan zie je dat het hier fout gaat. Dus het is alleen de hostnaam die gevraagd wordt. Vervolgens geven we op waar deze host zich bevindt, op welk IP-adres. 192.168.10.10 is zijn IP-adres en dat gaan we toepassen. De volgende stap is dat we zien dat ook de nameserver al gemaakt is, automatisch. Nu zijn we zover dat we de zone die we niet meer nodig hebben kunnen gaan verwijderen met behulp van het minteken. En dan houden we dus twee nieuwe zones over. Eén forward lookup en één reverse. En als we dan gaan kijken naar de machine record, zien we dat we binnen de zone een naam hebben met een IP-adres.
En dat we binnen de reverse lookup zone het IP-adres terugmappen naar de naam. Dit ziet er dus verder allemaal tot zover goed uit. DNS staat aan en we laten het eventjes voor wat het is. We gaan terug naar System Preferences en Network om te controleren hoe het met onze DNS-server gegevens hier zit. En dan zie je dat er een record bijgekomen is, een IP-adres bijgekomen is, moet ik zeggen, van 127.0.0.1. Ook het oude record, het oude IP-adres, is blijven staan. Dat gaan we dus wijzigen. Deze mag eruit, want dat is de voorwaarde geworden. En 127.0.0.1 kunnen we gebruiken, maar we kunnen hem ook aan gaan passen naar het juiste IP-adres 192.168.10.10. Searchdomein klopt nog. Oké. Apply. En nu zou mijn hele lijstje hier moeten kloppen. Een IP-adres, een subnetmasker, het juiste routeradres, de juiste DNS-server en het juiste searchdomein. Dit kunnen we uiteraard gaan testen. Twee manieren. De eerste is via de terminal. Ik zal deze ietsje vergroten zodat we dat makkelijker kunnen zien. Met het commando sudo en dan change IP spatie een minteken check hostname en het opgeven van het wachtwoord van de gebruiker. Let op dat je dat hier niet ziet, je ziet geen sterretjes zo ontstaan. Krijgen we de input terug, namelijk het IP-adres, de hostname en de DNS hostname, allemaal in orde en er wordt dan ook keurig netjes gezegd. There is nothing to change. Als dit niet in orde is, klopt er iets niet in je DNS en moet je dat eerst fixen voordat je verder gaat. Een andere mogelijkheid om dit verder te testen is uiteraard met Network Utility. En kunnen we uiteraard een ping bijvoorbeeld gaan doen naar server 1. .mobiltech.lan. Dan krijgen we keurig netjes het antwoord van terug. We kunnen ook een lookup gaan doen naar server 1. .mobiltech.lan. En ook dat wordt keurig teruggegeven dat server 1 een A-record heeft met een IP-adres wat eindigt op 192.168.10.10. Daarmee is onze test voorlopig geslaagd. Dan gaan we even kijken of alle punten doorlopen hebben. We hebben in deze video allereerst het netwerk opgezet. Daarna hebben we de server app geïnstalleerd en deels geconfigureerd met de naam. We hebben gecontroleerd of MobileTech als domein inderdaad goed gebruikt werd. En dat hebben we gedaan door DNS zones aan te maken voor dit domein en de juiste records daarin te plaatsen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit deel van de videoreeks, video 1, en gaan we verder met video 2.